Standaard 0-0, ja, in juiste uitslag. Ja, denk het wel. Ja. Als je zelf aan weinig kansen toekomt en de tegenstander voetbalt ook niks bij elkaar, dan is 0-0 denk ik de juiste uitslag. Ja, weinig kansen, je hebt toch wel enkele kansen gezien in de eerste helft, zeker van Waasland Beveren. Als je positief bent in je analyse, dan ga je wel met de beste wil van de wereld tot een paar kansen komen, denk ik. Als voor zover dan dat kansen zijn. Ja. Er waren een aantal spelers afwezig vandaag. Ja, is dat een excuus voor het gebrek aan infiltraties, aan open kansen? Nee, absoluut niet. Het is zo dat je een kern hebt van 22 spelers, dat iedereen altijd maar... staat te praten als ze ernaast staan. Van ja, waarom die niet en waarom die wel. Maar op het moment dat dan jongens brengt die nu zich moeten bewijzen en ook deze week al zich hadden moeten bewijzen tegen Aalst, helemaal ten onder gegaan zijn, absoluut geen recht van spreken hebben. Ja. Je lijkt me voor de eerste keer dit seizoen een beetje kwaad. Ik ben kwaad omdat dit blijft hangen en dit zal ook gevolgen hebben voor de onmiddellijke wedstrijden die komen. Er zullen jongens absoluut sneuvelen. Kun je dan enkele namen noemen? Nee, dat houd ik binnen kamers. Ik zal morgen zeggen wie eventueel voor de rest van zijn dagen bij de belofte mag spelen of die mag uitkijken naar een andere ploeg. Ja. De volgende weken kon ik er zeker opnieuw als zeer moeilijk aan. Ga je grote veranderingen aanbrengen? Je zegt van wel, dus je gaat enkele spelers naar de belofte verwijzen. Heb je andere dingen in gedachten? Ik denk als je vandaag, of als je bijvoorbeeld een gans seizoen traint en nog altijd zondigt na 6 maanden tegen de beginselen van het voetbal, naar wedstrijd lezen en dergelijke, dat je een probleem hebt. En als je dan in de ploeg komt of je in de ploeg moet spelen, dan denk ik dat je absoluut er alles moet aan doen om je te manifesteren. Want anders heb je geen plaats in de ambitie van deze club. Men spreekt altijd over de eindronde en over eerste nationale. Maar als wij op die manier verder gaan, dan zouden wij beter... Misschien is dat ook een unicum in het voetbal. In plaats van te praten over 16 en 18 man en wie dat er overgaat van de tweede in het klassement van tweede klasse of de tweede van de eindronde of de eindronde. Misschien moeten wij gewoon niet meedoen.